Spinsheul Noord lag heel vroeger aan zee. In de middeleeuwen en de Romeinse tijd woonden er al mensen langs de Gantel. In de vorige eeuw werd in dat gebied al een bijzondere ontdekking gedaan. Een Romeinse villa. En dat is een inheems Romeinse villa. Dat betekent dus dat die was van een kananefaat die hier woonde. Het was gewoon iemand hier, een tuinder of een boer die hier woonde. In de Romeinse tijd, hebben we het over 160 na Christus. Die heeft altijd als militair gewerkt in het leger. Ergens boven Keulen was hij gestationeerd. En na 25 jaar trouwe dienst werd die man ontslagen en kreeg hij uiteindelijk een diploma mee. Daar staat dus op, deze meneer heeft 25 jaar trouw in het leger gediend en daarom krijgt hij van ons een diploma en mag hij hier gaan wonen weer. Hij is dus eigenlijk teruggegaan naar zijn geboortegrond en heeft daar een bijzonder huis neergezet. Hier zie je een hele lege vlek. Hele lege vlek. Dit is waar de Romeinse villa staat en dat laten we dus netjes liggen, want dat wordt straks een park. En daaromheen zie je dat er allemaal mensen hebben gewoond, allemaal huizen hebben gestaan en vlekken in de grond met greppels en dat eigenlijk rondom die villa. Een van de werkputten waarin wordt gegraven ligt nog open. Met de graafmachine die graaft voor ons een vlak. Deze is ongeveer op een meter diepte en dat noemen we het spoorvlak. Dat is het vlak waarop archeologische sporen zien. Zoals je kan zien, je ziet een beetje, hè, het vlak zelf is grijs, maar je ziet er wat donkere banen. Dat zijn de archeologische sporen naar waar wij op zoek zijn. Dit is een Romeinse greppel die hier loopt. Het heeft het hele terrein afgebakend, zeg maar. En je kan hier zie je een aantal hele donkere vlekken. Bijna ja, vierkant. Je ziet er een paar maar rij. Dat is een zijwand van een middeleeuws huis. Waarschijnlijk uit de 11e eeuw. Voordat het onderzoek afgerond wordt, moeten eerst alle vondsten worden geanalyseerd. Goed, ondertussen weten we natuurlijk wel iets. Hè. We weten natuurlijk al dat die villa hier stond. Dat die wordt dus afgebroken. Dat we hier heel veel puin hebben. Naast die villa dat er ook mensen hebben gewoond in de Romeinse tijd die niet in de villa wonen, maar in gewone houten huizen. Dat het terrein goed is afgebakend, dat heel duidelijk is waar de nederzetting is en waar die ophoudt. Buiten de nederzettingen hebben we afdrukken van koeienpoten, heel veel, duizenden, en ploegsporen. Dus dat geeft heel duidelijk aan dat het terrein buiten die nederzetting gebruikt werd voor het laten grazen van koeien en om de akkers aan te leggen. Er is vooral veel aardewerk gevonden, maar ook botten van dieren en metaal. Waaronder mooie schijffibula. Een fibula is een mantelspeld, een kledingspeld uit de Romeinse tijd. En zo'n schijffibula dat is ongeveer 4 centimeter in doorsnede met inleg van emaille. En die vind je niet heel veel. Wat we ook hebben gevonden is een kopje van brons van een Bacchus, denken we. Bacchus was god van de drank en van de feesten. En we denken dat dat kopje is afgebroken van bronzen vaatwerk. Van een bronzen kan waarin bijvoorbeeld wijn zat. Dus we weten ook dat ze hier misschien wel van een feestje hielden.